Calvin Leerdam, welkom in Almelo. Je bent net uit het vliegtuig gerold. Hoe sta je ervoor op dit moment? Ik voel me goed. Dit is onderdeel van het leven van een sporter. Waar ik de afgelopen jaren heb gezeten, stapte je elke week uit een vliegtuig. Dus ik voel me gewoon goed. Je hebt 3 prachtige clubs gehad in Amerika. Waarom is dat geëindigd? Nou ja, wat ik zeg, je moet keuzes maken. Ik had ook daar kunnen blijven. Maar er zijn ook situaties die meespelen in je keuzes. Vandaar. Maar waarom Heracles Almelo? Want ik neem aan dat er meer clubs achter jou aan zaten. Nou, Heracles was de enige club uit Nederland. Wat ik zeg, uiteindelijk ga je keuzes afwegen. Je gaat met je familie in gesprek. Je gaat je persoonlijke situatie meenemen, dingen die spelen. Zij zijn in gesprek gebleven een tijdje met mij en mijn zaakwaarnemer. Je gaat in gesprek met de trainer en ze leggen uit wat ze willen. Dan ga je situaties afwegen en dan uiteindelijk... Dus dat betekent dat men toch goed vertrouwen in je hebt? Jawel, ze hebben het vertrouwen in me uitgesproken en uitgelegd in wat voor rol ze me zien. Hoe ik zou kunnen helpen. Ik ben iemand van altijd luisteren, nooit zomaar dingen afwijzen of je oor niet te luisteren leggen. Dus ik heb gewoon geluisterd. Zoals ik ook naar anderen geluisterd heb. En uiteindelijk maak je keuze. Hoe sta je er fysiek voor? Ik voel me goed. Ik heb gewoon doorgetraind in de VS. De clubs zijn nu daar allemaal in de voorbereiding. Op dit moment waarschijnlijk voorbereidingsfase. Dus dat betekent dat jij, als het zou moeten, al snel je plaats in kunt nemen in het elftal van Heracles. Je moet je plaats eens verdienen en daar ga ik aan werken. Was nou de positie waarvoor je hier gehaald bent, hè, in de laatste linie, was dat ook al een positie die je bij de vorige club zat? Ja, dat klopt. Dus ik heb bij Miami, bij LA en bij Seattle. Wat u zei, prachtige clubs, heb ik ook allemaal op die positie gespeeld. Achterin allemaal, dus is niks nieuws. Heb jij de afgelopen jaren deze club nog een beetje kunnen volgen? Ik heb alle clubs in Nederland gevolgd. Ik blijf de Eredivisie volgen, is de competitie waar ik ben opgegroeid. Is het land waar ik ben opgegroeid, dus ik ben niks uit het oog verloren. Je hebt gezien dat we er niet rooskleurig voor staan op de 15e plaats. Daar moet wat aan gebeuren. Dat is de bedoeling, ja. En daarom hebben ze jou gehaald. Onder andere. Ja, misschien wel. Ik kan natuurlijk mijn ervaringen toevoegen. Proberen. Het zijn heel veel jonge jongens. Het is een heel groot contrast met waar ik vandaan kom. Daar heb je meer... Een mix van jong en oud in de meeste ploegen. Wat allemaal bijna 50-50 is. In Nederland heb je natuurlijk heel veel jonge spelers. Dus... moet heel veel praten en kijken wie mee wil. Zijn er in Nederland spelers die daar speelden die jij kende? Ja, heel veel. Kan je wat noemen? Kenneth Vermeer, Michael van der Werf, Jamiro Montero, Eloy Room, Nick Marsman heb ik mee samengespeeld bij LA. Haris Medunjanin, Roland Alberg, Danny Hoese, ga zo maar door. Okay. Voor hoe lang heb je getekend bij Heracles? Anderhalf jaar kan je zeggen, zoiets. Ja. Dus met andere woorden, je bent nu 33, je bent dan 35, maar je hebt nog zoveel zin in een spelletje. Ja, ik voel me fit, ik ben een liefhebber, dus zolang ik me goed voel, dan gaan we lekker door.